De gebouwen die we in deze video bezoeken behoren tot de grote groep gebouwen die in 1930 werden gebouwd als nazischool tijdens het Derde Rijk in Nazi-Duitsland. Dit was in de periode tussen 1933 en 1945. De arrogantie van de architecten is goed te zien, aangezien de gebouwen in het SS-logo zijn gebouwd. Dit is goed vanuit de lucht te zien. Ze waren duidelijk niet bang om aangevallen te worden door een ander land. Na de val van het Derde Rijk is het nog in gebruik genomen als school, maar sinds die tijd staat het gebouw er verlaten bij. Dus welkom weer bij een nieuwe video van Urbex Snel. We staan vandaag bij een verlaten nazischool, zoals je hier achter mij ziet. En hier gaan we naar binnen en dan gaan we kijken wat hier nog allemaal in het grote gebouw nog allemaal te vinden is. Hier net dus door het raampje geklommen. Dan komen we gelijk in deze enorme zaal. Kijk dan. Dit podium. En alles hier. Vroeger stonden hier dus gewoon allemaal die stoeltjes waar die kinderen dus op moesten zitten in deze school. En hier heb je dus nog een paar van die stoeltjes staan. Die waren dus verspreid over heel deze ruimte. Alleen die zijn helaas allemaal weggehaald. Dat is echt zonde. Daarbovenop kunnen we ook nog komen. Ik hoop dat de stoeltjes daar nog wel staan. Maar ik denk het eigenlijk niet. Kijk even al die kroonluchters daarboven. Dat is echt zo mooi om te zien hier zo. Ik kan wel zien dat dit uit een hele oude tijd komt. Van die hele oude stijl waarom het is, hoe het is gemaakt. Dat is echt wel heel mooi. Even kijken wat hier nog verder is. Ik ga sowieso even hier naar boven, want dan komen we op de tribune. Dus ik ga even daar kijken. Hier komen we nu op de tribune. Hier stonden dus ook gewoon al die rijen met stoeltjes. Ik denk dat hier wel een paar honderd mensen in konden. Hier zie je dan een paar stoeltjes staan. We hebben hier gewoon een mooi uitzicht over heel de zaal. En dan daar waar ik nu wijs, daar heeft dus de leraar gestaan. Kijk, nu komen we aan de achterkant van die zaal die je dus net zag. Hier zijn dus gewoon al die projectoren om dat beeld naar de zaal daar door te sturen. Het is echt enorm ziek dat dit hier nog staat. Kijk dan hoe vet. Het is echt bizar. En hier is nog eentje. Kijk dan. Ook hier al die filmrolletjes en zo. Nou, op deze school werden dus kleine kinderen opgeleid voor het naziregime. En die kinderen werden hier dus geïndoctrineerd. Dat betekent dat, dat er eigenlijk gewoon één soort, ja, hoe zeg je dat, één waarheid is, zeg maar, die hun zoveel mogelijk in jou prenten, totdat jij het eigenlijk gewoon gaat geloven. En ik hoorde weer achter mij hoor ik een paar bonken. Ik denk dat dat de wind is, want het waait flink hard hier. Dus dan word je hier gewoon geïndoctrineerd. En dan weet je eigenlijk niet beter dan dat die mensen eigenlijk gewoon zeggen. Op hetzelfde terrein dat deze school ligt, zit dus ook een sportcentrum. En we wilden net het raam weer uitklimmen om naar het volgende gebouw te gaan. En toen kwamen er ineens twee auto's het terrein oprijden. Ze dachten echt, misschien is beveiliging of zo. Dus we moeten echt een beetje voorzichtig doen. Want die auto's rijden dus hier ook over het terrein. We komen hier dus weer een ander gebouw in. Ik weet niet wat dit was, maar het is echt ziek. Dus we gaan dit even kijken, want die hebben twee gangen vol met kamers. We gaan elke kamer even kijken of er nog wat in staat. Maar zo te zien eigenlijk niet echt heel veel. We lopen nu weer de eerste verdieping op.
We gaan de grond, was gewoon helemaal niks. Alles was leeg. En even kijken wat we hier kunnen vinden. Kijk dan. Kijk eens. Misschien wonen hier wel mensen. Kijk dan. De kamer gewoon vol met spullen. Dus dat is op zich wel gaaf. Ik ga even deze gang inlopen. Kijken wat hier nog allemaal staat. Oh, kijk, hier nog een kamertje. Hier heb ik ook nog gewoon een matras. En de tafeltjes en zo. Is echt wel ziek. Kijk dan. Hier heb ik kamer 6306. Kijk dan. Dus even hier kijken. Of hier wat leuk staat. Kijk, hier hebben we het bed. De kastjes, de allemaal dezelfde stijl gemaakt. Kijk wat hier nog verder in zit. Kijk, hier hebben we ook nog best een intacte kamer. Hier zie je gewoon ook nog het bed staan en zo. Alles is hier gewoon nog helemaal netjes. Ik denk dat hier gewoon de kinderen hebben geslapen en zo, die hier dus op school zaten. Kijk wat hier nog in die deur zit. Kijk dan, hier hebben we gewoon nog een hele badkamer, douche, wc. Ik denk dat ze het best nog wel erg goed hadden hier op deze school. Ook hier het behang dat ze hebben gekozen. Je ziet het daar. Hier heb je ook een hele rare patroon in het behang. En hier in deze kamer heb je dus ook gewoon dat het net lijkt of het stenen zijn, maar het is gewoon behang. Dat zie je echt hier nergens meer, maar ik denk misschien konden de kinderen wel kiezen wat voor behang ze wilden ofzo. Ik weet niet. Ik heb dus net het gebouw gezien waar dus al die kinderen gewoon verbleven die hier dus op school zaten. We gaan even kijken of we nog andere gebouwen kunnen vinden die ook nog best wel intact zijn. Dat is natuurlijk altijd wel leuk om even een stukje te kijken in hoe het dan vroeger gewoon eruit zag. Dus ik hoop dat we dan nog vinden en ik neem jullie mee. Kijk, hier ligt dus ook nog een heel veldje. Ik denk dat hier misschien een net heeft opgehangen om te volleyballen of zo of zoiets. Dus ik denk dat hier misschien een voetbalveld heeft gelegen of zo. Dus die kinderen konden dan hier gewoon voetballen. Maar nu is het gras op zich best wel goed bijgehouden. Dus ik denk dat hier af en toe nog wel beveiliging rondrijdt met de auto. Dus we moeten even voorzichtig zijn. Nou jongens, dit was weer het einde van deze video. We hebben dus de school gezien waar nog op zich nog best wel leuke dingetjes nog in stonden. Dus we gaan weer snel door naar de volgende locatie. Die schijnt ook nog helemaal intact te zijn. Dus dat zie je sowieso in de volgende video. Ik ben hier samen met Rasko, dus abonneer ook zeker even op zijn kanaal. En als jullie nou meer willen zien van deze vette locaties, abonneer even hieronder op mijn kanaal.